Dikwijls komen wij minder bevoorrechte personen tegen. En het eerste wat in ons opkomt is om hulp te bieden. Melissa Smith vindt een zwangere bedelares met een jongetje dat langs de straat bedelt. En besluit hen te helpen. Later zou haar iets opvallen dat haar op een mysterieuze zoektocht brengt. Het resultaat is schokkend. Op weg naar haar werk komt Melissa Smith, 41 jaar, dagelijks een zwangere bedelares en een kleine jongen tegen. Telkens als zij hen zag, gaf ze wat kleingeld. Dit duurde enige tijd, totdat Melissa zich ongemakkelijk begon te voelen over de hele situatie. Haar instinct zei haar dat er iets niet klopte wat de vrouw betrof. De bedelares bleef vaak in de brandende zon bedelen. Soms had zij een man bij zich, die haar man scheen te zijn. Ze had een mooi kartonnen papiertje waarop stond: "Help alstublieft." Door haar toestand kreeg ze veel hulp van voorbijgangers. Behalve dat ze zwanger was, trok ze ook een droevig gezicht dat medelijden opwekte. Het was moeilijk om haar gewoon voorbij te lopen. Niemand had echter kunnen denken dat deze arme, op het eerste gezicht sympathieke ziel een groot geheim verborgen hield. Het wantrouwen van Melissa groeide toen zij merkte dat de zwangere vrouw altijd op dezelfde plaats stond. Zij zag deze vrouw vaak in het East Lake Village Centrum, een winkelcentrum waar men een ruim assortiment producten had. Dit winkelcentrum werd bezocht door welgestelde mensen. Dat betekent dat de bedelares hier veel geld kon verdienen. Zij heeft vast genoeg verdiend om iets luxueus te kopen. Blijf kijken om meer te weten te komen. Maar voor Melissa gelegenheid kreeg om detective te spelen, veranderde ze van gedachten. Ze overtuigde zich ervan dat de vrouw echt hulp nodig had. Ze nam dus afstand van de zaak, maar er gebeurde spoedig iets waardoor haar achterdocht met volle kracht terugkeerde. Op weg naar haar werk die dag had de auto van Melissa bijna geen benzine meer. Ze stopte bij een benzinestation in de buurt van het East Lake Center om te tanken. Juist toen zag zij de zwangere vrouw de straat oversteken. Aanvankelijk dacht Melissa dat de vrouw alleen maar wat wilde uitrusten, maar het volgende wat ze zag bracht haar van stuk. Ze zag dat een auto de vrouw naderde. Vreemd genoeg stopte die voor de vrouw en het jongetje en ze stapte in. Nu ga ik meer te weten komen, dacht Melissa, terwijl ze zich snel achter het benzinestation verborg om het beter te kunnen zien. Wat zij opmerkte was schokkend, ik vertel het je zo meteen. De auto die de vrouw was komen halen bleek een luxueuze Mercedes te zijn. Toen Melissa beter keek, besefte zij dat de man die de Mercedes bestuurde de echtgenoot van de dame was. Melissa, die klaar was om Sherlock te spelen, volgde het koppel terwijl zij met haar gsm het gebeuren vastlegde. Wat nog vervelender was, was het feit dat zij lachte terwijl ze emmers vol geld telde. Het drong tot haar door dat het gewoon bedriegers waren, maar ze wist niet dat er nog meer geheimen waren. De Mercedes stopte bij een ander winkelcentrum. Nadat zij met haar zoon was uitgestapt, stak de vrouw haar "help mij" kartonnen papiertje op en het duurde niet lang of mensen begonnen haar geld te geven. Melissa was vastbesloten de zaak te blijven opvolgen en haalde haar telefoon tevoorschijn en begon weer te filmen. Maar er gebeurde iets. De bedelares kreeg haar te pakken en deed dan iets onverwachts. Om de aandacht te trekken liet ze haar kunsten om anderen te misleiden zien. Ze begon te gillen en raapte zelfs een grote steen op en gooide die in de richting van Melissa. Maar daarmee ging zij te ver. Deze reacties maakten het wantrouwen van Melissa alleen maar groter. Hoe kon een hoogzwangere vrouw zich zo onvoorzichtig bewegen en zelfs zo ver gaan dat ze met zware voorwerpen ging sjouwen, dacht Melissa. Al gauw zag een toeschouwer dat de bedelares Melissa probeerde te verwonden en belde de politie. De bedelares merkte dit en verliet overhaast de plaats met haar zoon. Melissa bracht snel de nieuwszenders op de hoogte van de bedelares die zij geholpen had, maar waarvan ze zojuist had begrepen dat het een oplichtster was. Ongelooflijk, hè? Helaas leverden alle pogingen van de agent om deze oplichtster te vinden niets op. Dat is nu een zielig verhaal over mensen die deden alsof ze arm waren, maar soms kan dat voor een groter goed gedaan worden. Deze man deed alsof hij arm was en 10 maanden later leidde zijn oprechte actie tot een sprookjesachtig verhaal. Een miljonair doet alsof hij arm is en nodigt een schone dame uit voor een afspraakje. Dit leidt tot een amusant sprookjesverhaal. Tienermeisjes dromen vaak van een rijke prins die op hun pad komt en hen voorziet van alles wat ze nodig hebben. Maar de ster van dit verhaal, Nguyen Van, was anders. Omdat zij buitengewoon knap was, had deze dame verschillende aanbidders. Ondanks alle mannen die langskwamen, vond ze niet de ware. Maar al gauw ontmoette zij iemand op een manier die zij nooit verwacht had. De familie geloofde in hard werken en toewijding, dus wachten op een droomprins die haar leven zou veranderen was geen optie. Omdat zij een intelligente en bescheiden vrouw was, die het soort liefde wilde dat haar ouders deelden, besloot ze voor een man te kiezen met wie ze zich verbonden voelde, in plaats van een rijke man. Dit verklaart waarom ze mannen afwees die in mooie auto's reden en dure eau de cologne droegen toen zij op de universiteit zat. Niet dat die slecht waren, maar ze wilden iets echts, natuurlijks en verder dan het oppervlakkige. Op een dag voegde een vreemde man Nguyen toe op sociale media.
Omdat ze geen social media persoon is, accepteerde zij alleen zijn verzoek omdat ze enkele gemeenschappelijke vrienden hadden. Zonder dat zij het wist, zou dit het begin worden van het sprookje dat zij nooit voor mogelijk had gehouden. Na zijn verzoek aanvaard te hebben, stuurde de jongeman een bericht. Hij schreef: "Ik heb je foto's doorgenomen en ik vond ze erg mooi. Ik denk dat we veel gemeen hebben, zelfs de plaatsen die wij bezichtigen." Ondanks zijn bericht moest hij enkele dagen wachten voordat hij antwoord kreeg. Na een paar maanden chatten groeiden deze twee heel dicht naar elkaar toe. Na een tijdje besloten zij elkaar in het echt te ontmoeten. De man verwende haar nooit met dure geschenken en tractaties. Hij deed uitschijnen dat hij zich geen dure levensstijl kon veroorloven. Hij vond echter andere creatieve en opwindende manieren om zijn liefde te uiten. Aangezien deze jongeman eenvoudig, creatief en slim was, werd Nguyen op slag verliefd. Er gingen 10 maanden voorbij en eindelijk stelde hij de vraag: "Wil je met me trouwen?" En hij kreeg een volmondig ja. Nadat hij een aanzoek had gedaan en ze ja had gezegd, besloot deze man zijn grootste geheim op de meest verrassende manier te onthullen. Deze jongeman had Nguyen verteld dat hij een fabrieksarbeider was die van 's morgens vroeg tot 's avonds laat werkte. Hij nam de bus telkens als ze op afspraak gingen en hij beweerde in een heel klein appartementje te wonen. De trouwdag kwam en de familie van Nguyen verwachtte gasten uit de middenklasse te zien, maar ze schrokken toen zij de gasten zagen binnenstromen in luxe auto's die een koninklijke en welvarende uitstraling hadden. De man biechtte eindelijk zijn ware identiteit op aan Nguyen, die tranen in haar ogen had. Hij had gedaan alsof hij arm was, alleen maar om een vrouw te vinden die van hem zou houden om hemzelf. De gelukkige dame kon niet geloven dat de man van wie ze dacht dat het een arme fabrieksarbeider was, een miljonair was. Ze had dit wel in films gezien, maar ze had nooit geloofd dat deze sprookjesachtige romans ook haar zou overkomen. Mensen doen alsof ze arm zijn om verschillende redenen, zoals voor deze man, want hij had een grote les te delen. Kobe Person, geboren op 7 mei 1994, is een Amerikaans model, merk-influencer, maar daarnaast heeft hij ook nog zijn opvallende YouTube-kanaal ZipKid99 met meer dan 4 miljoen abonnees. Kobe Person is bekend om zijn grappenvideo's, maar in deze video doet hij echt iets dat duidelijk maakt hoe daklozen behandeld worden. Kobe haalt een slim trucje uit met een ober die niet eens wist wat hem te wachten stond. Om te beginnen is het niet bekend wat het exacte salaris van Kobe is, maar zijn nettowaarde wordt geschat op ongeveer €2.146.500. Dat maakt hem een multimiljonair. Aan het einde van de video zou je beter begrijpen waarom we zijn nettowaarde vermelden. Kobe kwam in actie, deed slechte kleren aan en hees een zwarte vuilniszak om zijn schouder, alleen maar om te zien hoe een ober zou reageren. Wat de ober doet is niet te geloven en het slotwoord van Kobe aan hem is bijzonder. Toen hij in een duur restaurant aankwam, vroeg Kobe of hij en zijn vriend Ronaldo een tafel konden krijgen. De ober antwoordde hierop: "Het spijt me, maar dat gaat ons niet lukken meneer. Deze plaats is een beetje te duur voor jullie." Kobe probeert de ober ervan te overtuigen dat hij wel zou kunnen betalen, maar die antwoordt: "Kan je alsjeblieft weggaan? Ga maar eten bij McDonald's. Er zijn nog andere mogelijkheden, maar niet hier." Op dit moment was het de ober nog niet duidelijk dat Kobe alleen maar deed alsof en dat hij helemaal niet arm of dakloos was. Herinner je je zijn nettowaarde van €2.146.500 nog? Als je ja hebt geantwoord, laten we dan nog even doorgaan, want het is tijd voor Kobe om te tonen wie hij is. Hij doet dit op een uitzonderlijke manier en leert iedereen een lesje. Plots verschijnt de vriend van Person, Ronaldo, in het restaurant, maar het was niet zijn aanwezigheid die de ober in verlegenheid bracht. Het was het feit dat Ronaldo in een Rolls Royce aankwam en een koffer vol geld bij zich had. Ronaldo geeft de tas aan Kobe, die zegt dan: "Ik zei toch dat ik geld had, zo zie je maar dat het gek is om mensen enkel op hun uiterlijk te beoordelen. Misschien koop ik deze plek wel, zodat ik je kan ontslaan, je hebt geluk." Behoorlijk wel doordacht en een les voor iedereen, nietwaar? Dit zijn verhalen van mensen die doen alsof ze arm zijn. In het eerste verhaal is doen alsof je arm bent om mensen op te lichten natuurlijk helemaal verkeerd. Maar wat vond je van de verhalen van de andere twee mensen die deden alsof ze arm waren alleen maar om te weten hoe anderen zouden reageren? Hoe zou jij hierop reageren als je weet dat iemand zich voordoet als een arme persoon, alleen maar om een reactie uit je te krijgen?